Tijdens een spoedpersconferentie vandaag heeft minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling bekendgemaakt dat hij per direct aftreedt als minister. Deze beslissing komt nadat het Openbaar Ministerie bekend heeft gemaakt een strafrechtelijk onderzoek tegen Martina te beginnen in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Hij geeft toe aandelen te hebben gehad, maar geeft aan hier afstand van te hebben gedaan toen hij minister werd. Martina was CEO bij Fatem en The Guardian Group tot zijn aantreden in het kabinet Ruggengraat in juni 2017. Indien ik de kennis had gehad dat het op afstand zetten van je aandelen in dit geval niet voldoende is, maar als je al je aandelen op afstand hebt gezet, toch niet mag meedoen in de besluitvorming, als ik dat had geweten, tuurlijk had ik dat dan niet gedaan. We vroegen Martina of hij denkt terug te zullen komen in het kabinet. Jazeker. Wij gaan uit van het scenario dat uiteindelijk wij ons niet schuldig hebben gemaakt aan whatever infractie dat er had kunnen zijn. En op dat moment worden wij dan ook niet meer als een verdachte beschouwd. En op dat moment voldoen we dan weer aan alle vereisten van de landsverordening integriteit. En dan zal ik me weer aanmelden als kandidaat minister. En vanuit gaat dat de partij daar geen moeite mee heeft. Het is hoorde wel, ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is geen prettig nieuws natuurlijk. Dus in die zin, ik had niet verwacht dat ik door een strafrechtelijk onderzoek zou moeten gaan. Inmiddels ben ik nu wel gewend aan het idee. Dus ja, we gaan ons dus daarop voorbereiden. Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha zal de taken van Martina de komende tijd overnemen.